Er zijn in totaal iets meer dan 10 Amerikaanse banken die $30 miljard bij elkaar gesprokkeld hebben. En die hebben ze gestald bij die First Republic. En dat heeft eigenlijk maar één doel: om aan de rekeninghouders bij First Republic te laten zien: je hoeft niet naar je bank te gaan en je geld af te halen. Die bank heeft voldoende geld. Dus mocht je het over een maand nodig hebben, het ligt er nog steeds. En die banken hebben het gedaan om twee redenen eigenlijk. Eén is, als het Amerikaanse ministerie van Financiën en de centrale bank belt van: goh, zou je andere bank niet willen helpen? Dan moet je wel 5 keer nadenken voordat je nee zegt, want dat is ook de toezichthouder daar. Ja. Dus dat wordt al heel moeilijk. En tweede is uiteindelijk eigen belang. Want zij willen de rust creëren in Amerika. Ze willen Amerikanen het gevoel geven: maak je geen zorgen over je spaargelden bij die bank, maar ook bij alle andere Amerikaanse banken. Dus het is allemaal eigen belang om te voorkomen dat mensen massaal hun geld van de bank gaan halen. Ja, maar waar komen deze problemen vandaan? Kun je dat uitleggen? Dat is eigenlijk heel simpel in de kern. Wij hebben afgelopen 10, 15 jaar een periode meegemaakt van hele lage rente, dus 0% rente. Ja. En nu lopen de rentes op. En daar hebben sommige banken problemen mee. Want als de rentes oplopen en je hebt heel veel staatsobligaties in je boeken, dan wordt dat papier minder waard. Nou, het goede nieuws is, als je dat ziet aankomen, kun je een soort verzekering afsluiten daartegen. Dus daar heb je nergens last van. De Silicon Valley Bank die dacht: ik hoor wel de hele tijd van de Fed, we gaan door met rente verhogen, maar we vertrouwen het niet. Dus wij kopen zeker die verzekering niet. Oh jee. Toen de rekeninghouders bij die bank daar lucht van hadden gekregen, dachten ze: weet je wat, ik ga uit voorzorg mijn geld van die bank afhalen. Ja. Dat komt dan op het nieuws. Heelboel andere mensen. Hoe kwamen ze erachter eigenlijk dat die verzekering niet was? Omdat die bank uiteindelijk in een verklaring moest aangeven: wij hebben zoveel spullen in onze boeken, dat is zoveel en zoveel waard. En de verplichtingen die we hebben naar onze rekeninghouders zijn meer dan dat. Okay, dan weet je, als iedereen zijn geld gaat halen en jij staat achteraan in de rij, dan heb je niks. Nee, dus dus dat is het probleem. Nou, dat komt dan in het nieuws. En andere mensen in de VS denken: ja, als het bij die bank speelt, misschien speelt het ook bij mijn bank. Ja. En dan loop je dus enorm risico dat Amerikanen massaal hun geld van hun spaarrekening gaan halen. Vandaar dat afgelopen weekend het ministerie van Financiën en de Fed in Amerika hebben gezegd: weet je wat, wij garanderen alle spaartegoeden bij alle Amerikaanse banken in feite. Dus ga rustig slapen en ga vooral niet naar je bank toe. En daar komt de volledige rust weer mee terug? Of? Nou, dat heeft er in ieder geval voor gezorgd dat die acute nood die mensen misschien voelden om hun geld van de bank te gaan afhalen, die is weg. Ja. Maar de kern van het probleem is dus nog steeds dat die rentes aan het oplopen zijn. En nou is het toeval dat diezelfde centrale bank die vorig weekend in allerijl dit soort maatregelen moest nemen, die vergadert volgende week over de rente. En die rente moet nog eigenlijk verder omhoog. Okay. En ik denk dat dat een van de moeilijkste vergaderingen van de centrale bank van de afgelopen 40 jaar gaat worden. Want waar zit je mee? Aan de ene kant zit je mee met nog steeds het feit, we zouden het bijna vergeten, maar nog steeds is het zo: inflatie in Amerika is veel en veel te hoog. Die moet je aanpakken. En er is maar één manier om inflatie aan te pakken: je moet de rente verder verhogen. Ja. Dat is hele simpele monetaire wiskunde. Ja. Nu komen deze problemen bij de banken voor. Je moet er rekening mee houden dat dat probleem misschien in de komende weken wat groter kan worden. En dan kom je als Fed in een soort spagaat. Als je kijkt naar je oorlog tegen inflatie, dan moet je de rente verhogen. Maar als je rust in de tent in het bankenlandschap wil garanderen, moet je eigenlijk gaan stoppen met verhogen van de rente. En wat je dus ook doet, de kans is groot. Spagaat heet dat toch? Ja, zeker. Echt heel moeilijk volgende week. Ja. En er is nog één element wat we ook niet moeten onderschatten, denk ik. Het wordt nog een pittige vrijdagmiddag, jongens. Ga door, ja. Zeker. Bereid je daar maar op voor. Die laatste bankcrisis, een hele heftige, 2008, 2009... die is nog zo vers. Ja, daarom. Dat zie je ook in de media. Dus er zit ook een heel irrationeel aspect aan. Hè? Want we kunnen allemaal rekensommen maken. Maar als mensen eenmaal gaan roepen dat is in koor van: het gaat mis in bankland. Ja. Hè, want ook de Nederlandse aandelen van de banken zijn dramatisch gekelderd. Ja, overal maar wel hersteld, maar kijk, we hebben het hiervoor gehad over geopolitiek. En men wilde afsluiten met goed nieuws op deze mooie dag. Laten we dat ook met de problemen bij Amerikaanse banken ook doen. Het is heel begrijpelijk dat mensen nu ineens denken naar 2008. Want toen begon het ook met een probleem bij één bank. En daarna werd het een heel groot probleem.
Er is wel één cruciaal verschil tussen nu en 2008. In 2008, het komt erop neer dat je... We hebben het heel vaak over een liquiditeitsprobleem en een solvabiliteitsprobleem. Hele dure woorden, heel simpel uitgelegd. Ja. Als jij als bank bezittingen hebt die 100 miljoen waard zijn... en die kun je verkopen op 1 september dit jaar... en de verplichtingen zijn 75 miljoen... en als mensen dan in de zomer hun geld komen halen, je hebt geen probleem. Want iedereen weet, je hebt bezittingen ter waarde 100 miljoen. Ja. Ik schiet dat geld wel voor. Ja. Dat is het liquiditeitsprobleem. Dat is wat er nu speelt. 2008 was, je hebt bezittingen van 100 miljoen. Je hebt verplichtingen van 75 miljoen. En ineens worden de bezittingen de helft minder waard. Mm. Dat was de kern van het probleem in 2008. En dat is nu, daar is nu echt geen sprake van. Dus dat is toch wel goed nieuws op deze mooie vrijdagmiddag. Ja, denk ik en zo. Desalniettemin moet er een beslissing worden genomen volgende week. Ja, daarom zeg ik ook... En wat zou jij eens adviseren? Nou ja... Misschien luisteren ze mee. Ja, wie weet. Wat zou je doen? Weet, kijk, uiteindelijk, als je die rente niet verder verhoogt als centrale bank... dan loop je het gevaar dat je inflatie uit de hand laat lopen. Mm. En geschiedenis leert ons keer op keer, Wilfred. Inflatie uit de hand lopen betekent een hele dure rekening... gedurende een hele lange tijd. Dus dan kun je beter dat probleem gaan aanpakken met je rentewapen... en andere instrumenten, want die heeft de Fed ook, gebruiken... om mochten er problemen ontstaan bij de banken, want dat is niet zeker... mochten er problemen ontstaan bij de banken, dan los je dat probleem later wel op. Maar de grootste fout die je kunt maken is zeggen... die inflatie, dat lossen we later wel op. Dat zal heel duur vast zijn. Eden, als ze dit niet doen, zijn ze gek, als ik hier zo hoor. Dat vind ik ook, alleen... Ja. Ze moeten straks wel bij elkaar gaan zitten. En dan moet je dus, na afloop van die vergadering... heb je een persconferentie. Dan moet je naar de buitenwereld gaan uitleggen... waarom je de rente hebt verhoogd. En waarom de buitenwereld daar vooral niet bang voor moet zijn. En dat betekent een niet alleen hele lastige opgave qua besluit... maar het is ook een linguistisch probleem van je welzijn. Communicatie is hier heel essentieel, hoor ik hier wel. En als je het zo uitlegt, iedereen hangt aan je lippen. Zo klinkt het heel goed. Zo moet je het doen. Toch, uiteindelijk. Zo ik denk dat de actualiteit heel belangrijk is. Wat gebeurt er nu? We hebben nu een weekend. En dan wat gebeurt er maandag? Wat gebeurt er dinsdag? Ja. En zijn de maatregelen die genomen zijn geruststellend genoeg... om een bankrun op... Hè? Ja. Dus, en de grote banken in Amerika zijn niet in gevaar op dit moment. Kunnen we rustig stellen. Hè? De systeembanken. Dat heeft alles maar van de week was Credit Suisse is wel een systeembank, toch? Begrepen? Ja, kijk, uiteindelijk... is, als je het hebt over systeembanken, niet-systeembanken... de les van afgelopen week is... ook als je niet-systeembank bent, als je in problemen komt... word je een systeembank. Okay, dus uiteindelijk zijn alle banken systeembank. Credit Suisse is... in mijn ogen is het geen toeval dat de problemen... die uit Amerika overgewaaid zijn... dat het in eerste instantie bij die bank is geland. Want bij heel veel schandalen van afgelopen 20 jaar... is die bank altijd betrokken geweest. Dus er is een reden waarom het niet naar ING is gegaan. Ja. Credit Suisse... is een bank die heel vaak... voor de risico's rol. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar ze spelen altijd een rol in de schandalen. Wat dat betreft, om weer met goed nieuws af te sluiten... de Zwitserse overheid, Zwitserse Centrale Bank heeft gezegd... wij schieten 50 miljard voor. Ja. Dat is 6% van de Zwitserse economie. Dus dat is behoorlijk. En zorgt er wel voor rust. En dat is nu waar iedereen naar snakt. Ja. Rust, geen paniek, zodat je bijvoorbeeld als de Fed volgende week kunt zeggen... jongens, als we inflatie niet aanpakken, dan hebben we straks een groter probleem. Dus laat ons gewoon dat oorlogje gaan voeren en ervoor zorgen dat we die winnen.